In september kiezen weer tienduizenden kinderen voor een middelbare school. Om de keuze wat te vergemakkelijken, organiseert de stad Mechelen elk jaar een onderwijsbeurs. Daar kunnen kinderen en hun ouders kennis maken met alle scholen in de buurt en het aanbod aan opleidingen. Onze ploeg ging meekiezen met het gezin van den Put. We zijn op stap met de familie van den Put uit Schriek. Zoon Seppe is bijna 12 en gaat in september naar de grote school. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten weet Seppe al goed wat hij wil. Het liefste in een restaurant, maar als dat niet gaat wil ik wel in een bakkerij werken. Maar het liefst een restaurant. En waarom zou je dat graag willen doen? Ja, want ik bezorg graag eten naar de tafels en zo en naar iemand anders. We gaan in het restaurant ook leren tafels dekken. We gaan leren borden dragen, leren platoken dragen. Ja, de meeste vragen zo, 3 of 2. Dat gaan we dan doen, hè. Wat zou je zeker niet willen doen? Afvalbezorger of zo. Of dat ik afval moet gaan halen bij de huizen of postbode. Dat zeker niet. Nee, want dan moet ik naar elk huis en dan kan ik niet onthouden waar dat is of zo. Op de beurs staan zo'n 12 scholen uit Mechelen en omgeving. Seppe kreeg het advies van zijn leerkracht om voor beroepsonderwijs te kiezen. En dat is vaak een teleurstelling voor de ouders die hun kind liever wat hoger zien mikken. Voor mij is het bijzonderste dat Seppe gelukkig is in school en dat hij ook graag blijft gaan. Hij moet tenslotte nog minimum 6 jaar naar school en ik hoop dat hij dat als een gelukkig kind kan doormaken. Met de handen zullen we genoeg geld kunnen verdienen. Dat is mijn uitleg daarvoor. Ik heb er absoluut geen probleem mee. Nu al bepalen welke school het gaat worden is nog wat vroeg, maar Seppe en zijn ouders zijn toch al wat wijzer geworden. Ik zei het, je krijgt thuis wel wat folders of zo, maar als je dan uitleg krijgt van de personen zelf van de school, dat is toch nog meer duidelijker dan zo'n foldertje.